Welkom bij de podcast van Loren, het behandel- en expertisecentrum van Oro in de Peelregio. Iedere podcast vertellen we aan de hand van voorbeelden wat we bij Loren voor jou kunnen betekenen. Leuk dat jullie luisteren. Ik ben Ilona, vaktherapeut drama en ik ga vandaag in gesprek met Sophie, vaktherapeut muziek en met Nikki, gedragsdeskundige. En wij gaan vandaag het thema een fijne nuttige dag bespreken. Wanneer we kijken naar een fijne nuttige dag, is het vooral belangrijk om met elkaar, dus met betrokkenen, in gesprek te gaan. Dat doen we met familieleden of begeleiders die heel dichtbij staan. En dan kunnen we samen een aantal thema's in ieder geval langslopen, die belangrijk zijn om ook een fijne nuttige dag te kunnen doorlopen. Om te weten wat iemand fijn en niet fijn vindt, is het heel belangrijk om klein te kunnen kijken. Ja, dat klopt inderdaad. Ik ga inderdaad in de therapieruimte dan echt op zoek, samen met de cliënt, naar hey, wat vindt diegene fijn, wat vindt hij niet fijn. Vindt diegene het fijn om bepaalde materialen aan te raken, om te voelen, om te ruiken, om te proeven. Echt in de kleinste dingen ga je op zoek naar datgene wat ja, fijn is voor de cliënt en waar hij zich mee kan vermaken. En daarnaast is het ook belangrijk om daarin echt wel de regie van de cliënt ook te volgen in hoeverre dat wat mogelijk is. Dus bijvoorbeeld als er opties zijn dat ik hem laat kiezen uit twee opties. Of om echt de cliënt in zijn kracht te zetten. En ook invloed te geven. Ja. Invloed te kunnen ervaren. Ja. En soms kan het ook heel erg helpen om met elkaar te kijken. Om juist ook met familieleden of met nabije begeleiders naar beelden bijvoorbeeld te kijken. Welke signalen zien we? Wat zie jij? Wat zie ik? Dan kunnen we daar samen wat uit leren. Ja, zeker. Zodat de signalen ook goed gezien worden en de cliënt begrepen wordt. Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat daar ook gekeken wordt naar hoe de alertheid gedurende de dag is. We kennen allemaal bij onszelf ook wel dat je als je 's morgens opstaat eerst nog een beetje duf bent. En langzaam bij je ontbijt kom je een beetje op gang. En de ene moet het liefst om 9 uur uit bed gehaald worden. De andere vindt het om 7 uur 's morgens al wel welletjes. Dus het is goed om ook te kijken hoe de energie en de alertheid van een persoon gedurende de dag zich staande houdt of eigenlijk opbouwt. Is het bijvoorbeeld belangrijk om 's middags nog extra een rustmoment in te bouwen? Of kan die cliënt juist de hele dag door? En dat zijn dingen die belangrijk zijn om ook het dag- en nachtritme op weg naar een goede nachtrust in balans te houden. Ook kijken we vaak wel mee, hoe loopt nou een avond? Hoe zorg je dat iemand alle prikkels die hij gedurende de dag opgedaan heeft al in de avond, ook als hij wakker is, een beetje een plekje begint te geven. En het spanningsniveau wat kan zakken, zodat je ook de ruimte krijgt om in slaap te vallen. Je kunt ook de ondersteuning die je biedt afstemmen op de mate van alertheid. Als iemand op de lager alert is, zou je misschien wat meer moeten ondersteunen of overnemen nog. Of juist activeren. Dan kan je ook prikkels toevoegen, een keer een muziekje aanzetten. Of geur toevoegen bijvoorbeeld. Ik heb toevallig laatst nog met de cliënt ook samengekeken rondom een stukje gebruik van tandpasta. Diegene die werd van mint tandpasta juist heel erg alert voordat hij naar bed ging. En toen hebben we ook samengekeken en onderzocht van hey, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat hij toch dat ontspanningsmoment krijgt uit dat stukje smaak eigenlijk als het ware. En toen hebben we ontdekt dat sinaasappel en mandarijn zorgt voor ontspanning bij hem. Dus sinds kort krijgt hij tandpasta met sinaasappel en mandarijnsmaak. En kan hij veel meer ontspannen richting dat slaapmoment gaan. Ja, dat zijn leuke dingen om uit te zoeken. Hè? Dat is, Ja, en om mee te kijken met begeleiding, zeg maar. Omdat zij aangeven van, hey, dit speelt er. En dan is het fijn dat jij als buitenstaander, zeg maar, als het ware, mee kunt kijken in deze casus, zeg maar, en mee kunt denken samen met begeleiding, samen met familie, van hey, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat hij wat meer kan ontspannen richting dat moment? Ja, en we zien ook veel inzet van passende muziek, hè, op het laatste moment van de dag.
zijn ook waar je voor een jong kind eigenlijk een slaapliedje zingt, als moment van nou is het echt tijd om te gaan slapen, gebeurt dat eigenlijk op heel veel plekken nog steeds. Dat ze weten van nou, ik lig nu in bed en hoor vaak dezelfde muziek. En bij deze muziek, daarna is de dag eigenlijk gewoon klaar. Dus je maakt ook overgangen duidelijk doordat je inderdaad of een geur toevoegt. Hè, als iemand koffie ruikt en de volgende kopje koffie. Het zijn dat soort overgangen die de dag vorm en structuur geven. En daarmee ook op het hele lage ontwikkelingsniveau fijn en nuttig kunnen maken. Waarbij het heel helpend kan zijn om te kijken naar de ervaringen die iemand al heeft gehad. Hè? Ja. Wat hij in zijn leven al heeft geleerd, heeft meegemaakt. Wat hij daaruit kent, hè, welke geuren hij herkent, welke geuren hij fijn vindt of niet fijn vindt, waar hij plezier aan beleeft. Ja, daar heb je de familie vaak hard voor nodig, want die weten ook gewoon hoe een familiegeschiedenis geweest is. Die weten soms ook favoriete muziek, maar ook ja, die weten als geen ander wat een favoriet gerecht is of wat ze het lekkerst vinden om te eten. Die hebben dat allemaal al lang uitgevonden. Dus het is ook wel echt belangrijk om die kennis mee te nemen en te gaan gebruiken. We hadden het net al even over invloed kunnen hebben en keuzes mogen maken. Hoe kijken jullie naar communicatie? Wij kijken elkaar nu aan, dat is wel communicatie, ja. Maar dat is misschien niet de goede manier. Ik denk dat de alertheid en hoe en spanningsopbouw van cliënten, als ik zo kijk bijvoorbeeld bij ons op het rijterrein, heel erg samenhangt met wat snappen ze van de communicatie, hoe begrijpen ze de wereld om hun heen. Het is mooi om te zien dat er allerlei manieren zijn waarop we dus kunnen communiceren. En dan denk ik, ja, de ene cliënt vindt het heel fijn om met plaatjes te werken, de andere kan toch eenvoudige verbale instructies wel volgen. Sommige cliënten hebben een foto waarbij ze weten wat ze gaan doen. Of dat ze naar bijvoorbeeld een uitje gaan of naar de dagbesteding. Of als ze een keer naar huis gaan, een foto van hun ouders en die daardoor begrijpen wat er gaat gebeuren. Soms ook herkenning, hè? Ritmes, ja. Rituelen, ja. Geuren, de omgeving die verandert. Ja. Sommige herkenbare inderdaad liedjes bij de overgangen, voor ze gaan eten bijvoorbeeld een liedje. Eigenlijk van alles. Heb jij aanvullingen, Ilona? Ja, ook wel bij start en eind van de therapie merk ik dat ik ook best wel vaak met liedjes inderdaad werk. Dat ze merken, we zijn op deze plek, hier gaan we aan de slag met de therapie. Dat ze daar zich wat meer bewust van zijn. En ik denk met name dat het vooral belangrijk is dat ze zich gewoon gezien en gehoord voelen in de grote menigte, om het zo maar te zeggen. Omdat door de dag heen gebeurt er natuurlijk toch van alles. En dan is het fijn dat ze wel echt gezien en gehoord worden. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, daarnaast is het ook wel belangrijk, en dat zie je natuurlijk ook heel bijvoorbeeld op de woningen, hè, waar ze met een heel groot team rondom cliënten werken, dan dat er een vaste dagstructuur is. En soms is er een visualisatiesysteem waarop gewoon staat hoe de dag gaat. En de houvast die dat aan cliënten geeft, dat toch elke dag wel ongeveer hetzelfde verloopt. Ook al is er iemand anders om jou te helpen. Dus hoe meer je dat op een gelijke manier doet, dat is allemaal van invloed op hoe fijn iemand zich voelt. En dat er niet onnodige spanning opbouw is. Omdat ze bij deze doelgroep zien dat ze al heel snel spanning ervaren, omdat ze de omgeving niet begrijpen. Ja, daar zijn jullie met gedrag ook druk mee, hè? Zeker, ja. Als we het over communicatie hebben, hebben we het ook over in contact zijn met de ander. Ja, mensen en medemensen kunnen zijn, gezien worden inderdaad, wat je aangeeft. Maar om dat te kunnen zien, moet je vaak ook wel heel nabij zijn, om de signalen te kunnen opvangen van een cliënt. En als je kijkt naar een stukje emotionele ontwikkeling, is die behoefte er ook wel om iemand heel nabij te hebben. Ja, en het past ook wel bij de basisbehoefte. Iedereen heeft natuurlijk de behoefte om gezien en gehoord te worden. Bij onze cliënten zie je dat vaak nog veel meer in de nabijheid gebeurt. Zoals je dat bij een heel jong kind ziet, hè, die hou je vaak heel dicht bij je. Of die hou je even bij de hand vast. Veel van onze cliënten, hoe groot en stoer ze er ook uitzien, hebben toch nog steeds die behoeftes.
En dat is een behoefte waarbij in de vaktherapie wij ook heel veel meewerken. Echt de nabijheid bieden. En nabijheid zit hem toch bijna altijd in het samen doen. En het maakt soms niet eens zoveel uit wat je samen doet. Het kan een wandeling zijn, kan samen muziek luisteren zijn, samen even aan tafel zitten, kopje koffie. Maar dat de cliënt weet, ik word gezien. Dus als je maar in de buurt bent of in zijn zichtveld of in het binnen een armlengte bij sommigen. Het zijn dat soort dingen in de communicatie en de nabijheid die bij onze doelgroep zo belangrijk zijn. Dus als je dan kijkt naar invulling van de dag, dan zit je ook veel te kijken naar samen doen. Meedoen met de ander, meedoen met de mensen om je heen. En op die manier activiteiten met elkaar doen. Ja, en het is belangrijk om daar begeleiding dus ook in mee te nemen. Hè? Dat ze begeleiding en familie dus ook soms uitleg geeft over die emotionele ontwikkeling. Om ze juist bewust te maken van het stukje nabijheid en wat heeft de cliënt nu echt daarin nodig. Hè? En vooral ook gezien de drukte op de werkvloer, om het zo maar even te benoemen, is dat af en toe natuurlijk wel een lastig puntje. Dus dan is het ook voor ons de kunst om te kijken hoe kunnen we er nou voor zorgen dat ze toch dat momentje kunnen aanbieden aan de cliënt. Al is het zo klein mogelijk. En wat mij net ook nog te binnen schiet, want we hebben het nu vooral erg over de fijne dag gehad, maar we hadden ook nog in de titel een fijne en nuttige dag. Eigenlijk in het verlengde van wat Ilona vertelde over van spelontwikkeling, wat vindt iemand leuk, wat doet iemand graag, zie je ook een deel van de doelgroep die echt ook al wel ziet van dat andere mensen echt gaan werken en je ziet dan ook dagbesteding die dan bijvoorbeeld zorgt dat de vuilniszakken opgehaald gaan worden en dat de was weggebracht wordt. Dat ze echt een bijdrage leveren en zich ook echt letterlijk nuttig voelen. En dat is wel heel mooi om te zien als ze dan bijvoorbeeld over het reisventerrein heen lopen, dat ze echt trots kunnen zijn. En dan heb je toch al wat meer over een stukje je eigen waarde, eigen regie en ook van waarde zijn. En dat maakt natuurlijk ook echt wel uit. En dan kan je aan het einde van de dag ook voldaan terugkijken op wat je gedaan hebt en bereikt hebt. En ik vind dat ook wel een hele belangrijke. Ja, iedereen wil toch eigenlijk op een of andere manier van nut zijn. En dat, Het is soms echt wel zoeken van wat. Niet kijken in het beperkende, maar wat kan iemand nog wel? En hoe kun je daarop aanvullen? Ja. En hoe kan je dingen toch gaan regelen dat het lukt? En dat, het blijft altijd een samen zoeken en samen kijken. Maar er komen wel vaak hele mooie dingen uit. Wat leuk dat je luisterde. Luister ook de andere podcast van Lore voor meer mooie voorbeelden. Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Kijk op lorebehandelcentrum.nl. Voor meer informatie, ons aanbod, onze behandelaren en therapeuten.